Er moeten nog wat kleine dingen gebeuren, maar dan is het zover. De wereldberoemde optocht in Hezen voor de Brabantse Dag. Deze wordt traditiegetrouw afgesloten met een optocht van kunstig gebouwde praalwagens. Dit jaar is het thema voor eeuwig vastgelegd. En wij gingen op bezoek bij de winnaar van vorig jaar, de Rode Hoek. Wij gaan dit jaar het Sinterklaasbombardement op Eindhoven uitvoeren. Dus tijdens de Tweede Wereldoorlog, in de 6 december 1942, zijn de Philipsfabrieken gebombardeerd door de Engelsen. We proberen zeg maar enerzijds uit te beelden de fabriek, de goed draaiende fabriek. Vervolgens willen we gaan uitbeelden van het bombardement zelf. Dus daar hebben we schoorstenen gemaakt, waar vliegtuigen omheen gaan vliegen. Huisjes die aan het wankelen gaan, om echt de Philipsfabriek aan het wankelen te krijgen. En de afloop hebben we de ravage, dus na het bombardement als alles in puin zit. De Rode Hoek heeft ook dit jaar weer enorme concurrentie. Bijvoorbeeld van de groep Ietske Schif. Ja, wij beelden de films uit van George Palm. Dat was een poppenanimator die in de jaren 30 in Eindhoven een studio had. Daar maakte hij revolutionaire films voor Philips en Verkade en andere bedrijven. En daar beelden wij hier onze wagen mee uit. Dus we hebben hier allemaal films die tot leven komen. We zijn al 2,5 maand bezig met de bouw. Vanaf oktober zijn we al bezig met het thema en het ontwerp en de voorbereiding. Maar vanaf begin juni dan komt de tent hier en dan beginnen we te bouwen. En nu hebben we nog 3 dagen om te bouwen, dus er moet nog veel gebeuren. Als je hier ziet waar het cinema staat, is zeg maar het begin van de hoofdwagen. Dus hier gaat de filmrol, die gaat hier de cinema binnen en hier gaan we eigenlijk naar New York binnen. Downtown New York, Harlem. En in het westen de skyline met het Empire State Building. Het treintje dat rondrijdt. En allemaal heel veel scheve huisjes en tonnetjes en kistjes waar allemaal mensen uit tevoorschijn komen, die allemaal muziek maken. Zondag 29 augustus trekken alle wagens door het centrum van Hezen. Kunt u daar niet bij zijn of wilt u het nog een keer zien? Voor een complete registratie kunt u vanaf zondag op onze website terecht, ed.nl.